Zijn er gevaarlijke stoffen in het gebouw? Allemaal informatie wat we kunnen terugvinden in onze computers. Maar al die gegevens moeten er ook ingestopt en bijgewerkt worden. Vandaar dat de centralisten naast het verwerken van meldingen veel werk hebben aan het up-to-date houden van alle gegevens in de computers. In het algemeen komt een melding bij ons binnen via de telefoon. Dat kan rechtstreeks via het regionale brandweeralarmnummer 073 6123 123 of via het landelijk alarmnummer 112. Heeft u met spoed de brandweer nodig en u belt 112, dan krijgt u een telefonist van de 112 centrale aan de lijn. U vertelt van wie u hulp nodig heeft, dus van de politie, ambulance of brandweer, en u vertelt in welke plaats. Meer niet. De 112 telefonist verbindt u direct door met de alarmcentrale van de dichtstbijzijnde brandweer. U krijgt dan een van ons aan de lijn. En wij willen precies weten wat er aan de hand is. Met brandweer? Ik spreek met Jansen, brandweer A25 Bokstel. Ik heb een slaapkamer in brand. Brandweer A, nummertje 25 in Bokstel. Ja, dat klopt. En is een slaapkamer in brand? Ja, de slaapkamer staat in brand. En de twee kinderen zijn er aan het spelen. En die slaapkamer, ligt die aan de straatzijde of ligt die aan de achterkant? Waarom is de brandweer nodig? Is er brand? Een ongeval? Op welk adres? In welke woonplaats? Zijn er gewonden bij? Gevaarlijke stoffen? Wat ziet u precies? Een hoop vragen wat in uw ogen misschien een hoop tijd kost. Maar voor ons en voor het brandweerkorps wat uitrukt, is het goud waard. En op het moment dat wij met u praten, wordt de brandweer al gealarmeerd. In de stad 's-Hertogenbosch is 24 uur per dag een uitrukploeg op de kazerne aanwezig. Deze beroepsbrandweermensen rukken direct na een melding vanaf de kazerne uit. De overige brandweerkorpsen in onze regio bestaan uit vrijwilligers die een heel ander beroep hebben. Omdat wij op de alarmcentrale natuurlijk niet weten waar al die vrijwilligers zich bevinden, hebben ze allemaal een semafoon bij zich. Zo gauw wij een melding hebben, piepen wij de vrijwilligers via de semafoons op. Zij gaan dan zo snel mogelijk naar de kazerne in hun woonplaats, trekken hun pak aan en rukken met het brandweervoertuig uit. Bij elke melding wordt de politie door ons gewaarschuwd. En mocht het nodig zijn, dan alarmeren wij ook bijvoorbeeld de ambulancedienst. U hoeft dus niet opnieuw 112 te bellen. 542, hebt u de waterwinning bij huis nummer 1950 over. Via de mobielofoon houdt de centralist op de alarmcentrale contact met de bemanning van het brandweervoertuig. Vanaf dat moment wordt geprobeerd zoveel mogelijk het brandweerkorps van dienst te zijn. Als zij iets of iemand nodig hebben, dan gaan wij dat proberen te regelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het informeren van de burgemeester of de pers, of het zorgen voor dranghekken. Maar ook eventuele hulp van omliggende brandweerkorpsen kan nodig zijn. Hallo meneer! AC-box 542 is de plaats, adres juist dat we ons kennen. Oké, jongens, uitstappen!
ja. Trappen ze meteen naar boven, tweede deur, rechts, de slaapkamer, dan zijn ze naar boven. Voor het verlenen van allerlei soorten bijstand aan elkaar zijn vooraf een hoop afspraken gemaakt. Al die afspraken liggen bij ons vast in procedures. Voor het beroep centralist bestaat nog geen officiële opleiding. Alle medewerkers zijn in eigen huis opgeleid.